Goedemorgen. Het is vandaag 24 september 2024. We zijn te gast bij het Museum de Scheldewerf voor aflevering 5 van de scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen. Het onderwerp voor vandaag is tandwielkasten. Die zit er een op mijn fiets, dat weet ik. Maar ze zitten ook in het schip. En Janko Polsen, die weet er alles van. Met hem praten we verder. Oké. Okay. Jan, vertel eens iets over, eerst over jezelf bij de Schelde. Oh, ik ben in 1965 bij de Schelde gekomen als op de leerschool. En na 2 jaar leerschool ben ik in de productie terechtgekomen. En toen ben ik bij de afbouwvoortstuwing terechtgekomen. Dat was de bouw van dieselmotoren. En daar zit ook dan mijn militaire diensttijd dan nog in. En in 1970 ben ik op tekenkamer terechtgekomen. Tekenkamer, ook van de dieselmotoren. En daar ben ik in 1975... werden de motoren wat minder. Die werden minder verkocht, want de Schelde bouwde na 1975 ook zelf geen schepen meer. Geen vrachtschepen meer waar de dieselmotoren in kwamen. Dus werden ze alleen nog maar aan Rotterdam geleverd, aan Vromen. En toen kwam ik bij de afdeling tandwielen terecht. En daar heb ik vanaf 1975 totdat ik met de FUT ging, heb ik daar gewerkt. Eerst als tekenaar, later als constructeur. En dan als constructeur groepsleider, nog een poosje. Nou ja, dat een soort verkoper, inkoper van werk geweest. En daarna weer constructeur groepsleider. We zitten dus met de alleen maar juiste man aan tafel. Nou, dat hopen we. Tandwielkasten, Jan. Ja. Waar dienen ze voor? Nou, in een schip heb je, of wat we net al zeiden, we bouwden hier dieselmotoren. Dat waren langzaam lopende dieselmotoren. Daar zaten geen tandwielkasten achter. Die dieselmotoren die draaiden, die waren 120 toeren per minuut. Dat wil zeggen, de schroef draaide dus 120 omwentelingen in een minuut. Maar je hebt ook schepen die hebben, dat noemen ze dan snellopers. Dat zijn kleinere motoren die meer toeren maken. Dus laten we zeggen 500, 600 toeren. Het kan tot 1100. En dat toerental moet gereduceerd worden naar de schroefas tot pakweg 100 toeren, 120 toeren. Kan wat meer, kan wat minder wezen, maar rond de 100 toeren. En het zijn dus eigenlijk vertragingsbakken die in een schip zitten. Dus op de motor zitten, aan de motor gekoppeld zitten, wij noemen dat een ronsel. Dat is een klein tandwieltje. En op de schroefas zit een groot tandwiel. Want als een klein tandwieltje heel langzaam, heel snel draait, draait het grote tandwiel wat langzamer. Dus dat is eigenlijk de vertraging. Oké. Okay. Klip en klaar, net als op een fiets. Als ik voor een heel klein tandwiel heb en achter een heel groot, dan moet ik heel snel trappen om een klein beetje vooruit te gaan. Ja. Omgekeerd, die wielrenners zie je allemaal met een heel groot tandwiel voor en een kleintje achter. En dan ga je knijterhard. Ja. Omdat hij heel snel ronddraait. Een vertragingskast voor een schip, zoals jij het vertelt, dan zou zo'n kast maar 2 tandwielen hebben. Of denk ik te simpel. Ja, een tandwiel van de as die uit de motor komt, dat ronsel wat je zei. En 1 groot tandwiel. Nou ja, en dat draait dan tegen elkaar. En dat doe je in een bak en met olie erin dat het niet slijt. En, Dat kunnen heel vaak zijn er dus 2 motoren. Dus aan weerskanten van het tandwiel staat dus een motor. De schroef als in het midden zit, staat er aan stuurboord en aan bakboordkant de motor, daar zit een ronsel op. En allebei die ronsels die grijpen in dat hoofdwiel. En dat gezamenlijk geeft dus de kracht op de schroef. Er zitten koppelingen tussen, dus er is een mogelijkheid dat je met 1 motor draait. Er is een mogelijkheid dat je met 2 motoren draait. Dat is maar net hoe hard je wil varen.
Oké. Okay. Er is ook natuurlijk nog een mogelijkheid, zoals bij marineschepen, daar hebben ze dus één motor en één gasturbine. Een motor voor de kruisvaart en een gasturbine voor de oorlogsvaart. Het probleem van de gasturbine is dat de gasturbine geen 600 toeren draait, maar die draait of 3600 toeren of 5400 toeren. En dat moet ook gereduceerd worden naar pakweg die 100 toeren. En dat wordt dan dus gedaan in twee stappen. Dan krijg je een eerste reductie, dus een heel klein ronseltje, twee grote wielen of één groot wiel erop, maar laten we zeggen twee grote wielen erop. En dan die wielen worden doorverbonden met een koppeling naar het hoofdwiel, maar dat zijn dan op ronsels, die zijn weer klein en die komen dan op het grote wiel van de schroefas en dan kan je dus heel ver terugbrengen in toerental. In toerental. Ja, gewoon het. Dus en, motorsnelheid, het toerental van de motor, terugbrengen tot het gewenste toerental van de schroefas. Nou, kan een schip natuurlijk hard en langzaam varen. Ja. En als ik langzaam vaar, dan is het toerental van het schroef laag. Nee. Of... Nee, dat was vroeger wel zo. Bij die dieselmotoren die we bouwden, die hadden een, wat wij noemen, een vaste schroef. Die schroef, die, dat was gewoon een gietstuk. Ja. En als dat schip langzamer moest gaan varen, dan ging de motor dus iets langzamer draaien. Moest het schip achteruit gaan varen, dan moest de motor stoppen, de nokkenas verzetten. En dan startten ze hem opnieuw en dan sloeg de schroef achteruit. Bij de meeste door tandwiel, dus door snellopers en een tandwielkast, zit er achter het schip een verstelbare schroef. Die schroef draait altijd dezelfde kant op. En dat wil dus zeggen tot de bladen van de schroef, die kunnen verzet worden. En als je dat blad een beetje verzet, dan kan je hem of op volle snelheid doen. Maar als je dat blad minder weerstand in het water laat maken, dan kan het dezelfde toeren maken. Maar dan, ga je maar dan gaat hij minder hard. Ja. Kun je zo ook achteruit varen dan? Zo kan je ook achter. Je kan ook het blad helemaal verstellen. En dan vaart hij achteruit. Okay. En dan blijft hij wel dezelfde kant op draaien. Ja. Dus die hoeft niks te stoppen of zoiets dergelijks. Niks, geen gedoe met de versnellingsbak. Nee. 1, 2, 3, 4 achteruit. Nee, dat is. Er zit natuurlijk wel. Die verstelbare schroef wordt bediend door een hydraulische unit. Ja. Hè, want die bladen verstellen van zo'n schroef kan soms wel. Onder marineschepen niet, maar onder koopvaardijschepen kan zo'n schroef wel 8 meter groot wezen. Ja. Dus het kost wel wat kracht om het te verzetten. Om het zo maar eens te snap ik. Maar dat is hydraulisch niet zo'n probleem. Ja, dus door. En zo'n tandwielkast wordt gewoon ingewikkeld, omdat je de verschillende motoren met verschillende snelheden laat werken om die schroefas met één en dezelfde vaste snelheid te laten draaien. Ja, zo'n tandwielkast, daar zitten natuurlijk ook, hadden we het al over, al koppelingen op. Zo'n motor start je zonder dat de tandwielkast meedraait. Ah. Dus je start de motor, dan draait die motor, die draait 600 toeren, dan zit er een schakelkoppeling in. En die schakelkoppeling die moet dan binnen een aantal seconden, een seconde of 8, 9, moet die dus, als je die dus inschakelt, moet die dus de hele schroefas en de schroef en de tandwielen, dat moet in die 9 seconden, moet dat dus even slippen. Maar daarna moet hij hem echt meepakken en dan, meestal is dat de hydraulische koppeling en als die dan goed op toeren is, daar zitten nader- en schakelaartjes voor, dan klikt hij vast. En ja, dan heb je een. Dat is net als in je auto. Als je koppeling op hebt, als je je koppeling op hebt laten komen, is de verbinding. Ja, gewoon een noem droge plaatkoppeling. Nee, met dat een zijn, lager in dit geval zijn dat natte koppelingen. Oh. Dat zijn, die worden gekoeld door de olie die ook in de kantankerkast zit. Ja.
Ja. Wordt extra toegevoegd, voert bij het schakelen. En is die helemaal geschakeld, ja, dan hoeft het even nakoelen en dan stopt het gewoon. Ja, er zit niet iemand bovenin in de sturen tot nee, het pedaal te trappen. Van, zit trap al... nou de koppeling in en nee, staartjes vrij. Dat wordt allemaal per computer geregeld. Dat is elektronisch bestuurd. Ja. Maar in principe blijft allemaal hetzelfde. Ja. Tandwielen zijn er om snelheden te reduceren, ja, terug te brengen of op te voeren. Op te voeren. Omgekeerd kan het, ja, natuurlijk ook. Dat gebeurt ook. Maar dan heb je dus een generator set. Hè. Dan heb je dus een motor die 600 toeren maakt. Je wil elektriciteit hebben van een generator. Die doet het leukst als die 12 of 1800 toeren hebt. Dus dan wordt het toerental opgevoerd. Oké, dan werkt het andersom. Het heet dan een generator setje. Het kan ook afgetakt worden van de tandtoekast. Ja. Ja, dan komt er dus een ja, ze noemen dat wel een PTO, een power take off op. Dan maak je daar nog een verbindingje met nog een ronseltje of een tandtoekast. En dan zorg je ervoor tot dat weer dan naar die bewuste 1200 toeren gaat. En zo kun je dus aan zo'n tandwielkast allerlei functies koppelen. Ja, je kan er veel meer aan. Net als bij een trekker, een aftakkast van een trekker. Ja, zitten er gewoon op. En dat is dan bij een gewoon schip. Zou je gaan naar een, laten we zeggen, een hopperzuiger of een zandzuiger of zo. Daar zit er een tandwielkast achter de motor met wel 4 of 5 uitgangen. Want dan heb je ook eentje om die er dus voor zorgt dat er op de zeebodem een kutteras gaat draaien enzovoort. En het zand wordt losgeroepen, maar ook de pomp wordt bewerkt. Ja. Maar als het eenmaal binnen is, ja, dan moet ook het water weer overboord. En dan weet ik wel, als die dan weer het strand opspuit, dan moet er weer water bij, want anders, maar ja, anders dan zinkt hij. Ik bedoel, dan kan hij geen water, hij vaart zand. Hè? Ja. Ja. Hebben alle schepen een tandwielkast? Nee, niet alle schepen hebben een tandwielkast. Die, zoals ik al zei, met de grote dieselmotoren, die hebben dat in principe niet nodig. Die langzaam draaiende dieselmotoren, die hebben dat niet nodig. Die hebben misschien wel een generator setje, maar dat is heel iets anders dan een tandwielkast. Maar dat is niet voor de aandrijving, voor het sturen van het schip. Dat zit niet in, nee. Die kunnen wel, dat gebeurt wel vaak, op de schroefas, die dan dus die 120 toeren maakt. Dan zet je daar dus een, daar kan dus wel een tandwieltje opgezet worden met een klein ronseltje. En als de schroefas dan draait, dan heb je toch een soort power take-off en naar de generator. Maar tegenwoordig worden de machinekamers bijna allemaal achterin het schip gebouwd. En dan is er achterin, achter de tandwielkast eigenlijk niet zo heel veel ruimte meer om nog een generator te zetten. Okay. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Hey, vroeger werden de tandwielkasten en de motoren midden in het schip gezet. Dan had je een hele lange tunnel en daarachter dan was de ruimte zat. Maar dat wordt steeds meer, want in die ruimtes moet lading komen. Ja. Geen machines, want dat kost alleen maar geld. Ja, maar ja, geen machines, dan vaart hij niet. Nee. Dan kun je lading hebben. Maar dan doen ze dat anders, dan zetten ze dat naast elkaar. Want dan zetten ze het vol. Oké, dat snap ik. Dan moet je andere ontwerpen. Ja. Je hebt ik vond dat intrigerend in het begin. Dat je zei van, ik heb 2 jaar hier op school gezeten. In 60 jaar, daarna kwam ik in de productie en toen naar de tekenkamer. En toen ging ik naar machinebouw, maar die hielden open, want die maakten ze niet meer. Tandwielkasten wel. En toen ben ik in de tandwielkasten gaan werken. Wat voor vak heb je nodig om dat soort werk te kunnen doen? En wordt dat tegenwoordig nog op de scholen gegeven, zal ik maar zeggen?